Hey allemaal, ik ben Mandy en vandaag ook weer eens een Action Shop vlog voor jullie. Ik ben weer na een lange tijd naar de Action geweest en ik heb best wel veel dingen gekocht. Ja, jullie zien het hier nog niet liggen, maar het ligt hier dus wel. En het zijn heel veel verschillende dingen en zoals gewoonlijk heb ik het bonnetje er bewaard. Dus in beeld komen de prijzen te staan en ik doe er ook weer close-ups bij, zodat jullie de producten beter kunnen zien. Dus laten we snel beginnen, want het is best wel veel. Als eerst heb ik iets gekocht voor een onderdeel als een cadeautje. Want Kiki, een vriendin van mij, die houdt heel erg van kokos. En ik wilde iets met kokos kopen. En er staat een body lotion, dus dacht ik kokos body lotion. Toen rook ik deze. En dit is met nog allemaal andere tropische vruchten doorheen. En ik vond het echt heel erg lekker ruiken. Dus ik heb deze ook voor mezelf gekocht. Ik heb hier twee van gekocht. Eentje voor mij en eentje voor Kiki. Dus ja, ik vind het heel erg lekker ruiken. Ik moet nog maar zien of het ook lekker is om te gebruiken. Maar dat is dat. Dan heb ik nog drie maskertjes. En ik gebruik zelf niet echt zulke maskertjes. Omdat ik bang ben dat mijn huid daar niet zo goed tegen kan. Omdat ik behandelingen heb voor mijn puistjes en zo. Maar dit is een peel-off mask. Een mousse mask. En een clay mask. Weet ik veel, klei. Weet je wel? Dus drie leuke verschillende maskertjes. Ik hoop dat ze ook fijn zijn. Dat gaat Kiki vanzelf merken, denk ik. Dat is dus voor een onderdeel van een cadeautje. Dan heb ik deze leuke kaartjes gekocht. Nou, labeltjes eigenlijk. Want ik zag deze liggen en ze hadden ze in drie verschillende kleuren en patroontjes. En bij de andere twee stond er echt iets van kerst op. Maar ja, ik heb niet... Hier zitten er volgens mij 16 in. En ik dacht, ik heb niet echt 16 cadeautjes om te geven voor kerst. Dat is super zonde. Dan zit je heel het jaar met labeltjes waar kerst op staat wat je toch niet gaat gebruiken. Dus doei, okay, lekker, laten we vallen. Toen zag ik deze. En ja, hier staat With Love op. En het zijn leuke gouden kleurtjes. Ziet er wel gewoon heel erg leuk uit om aan een ander cadeautje ook te doen. Voor een verjaardag bijvoorbeeld of voor kerst. Dus deze schattige dingetjes heb ik daarvoor gekocht. Dan heb ik iets wat na lange tijd weer in de Action ligt. Want echt jaren geleden ging ik dan echt zomaar één keer in de zoveel tijd mijn moeder naar de Action toe. En toen hadden ze deze grote Arizona blikken. En die kocht ik dan. En dat was gewoon heel erg lekker. En op een gegeven moment hadden ze dat nooit meer. En nu is het weer terug in de winkel. Dus ik dacht, nou, moet het kopen, want het is gewoon lekker groot. Het is groot als mijn hoofd bijna. Maar het is gewoon persik ijsthee. Dus lekker om te drinken en lekkere nostalgie. Dan kwam ik dit tegen en toen ik dit zag liggen, vond ik het design vooral gewoon echt heel erg leuk. En toen keek ik wat het was en er stond handspray op. En ik zocht al van het handreinigingsgel, dus ik dacht, zal dit het zijn? En ja, toen zag ik dit en ik dacht, ja, laat ik het gewoon meenemen. Het is in de geur berry en cranberry. Geen idee of het lekker is, geen idee of het werkt. Maar ik zal het nu even voor jullie uit gaan proberen, want ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Ze zijn ook heel handig dun, dus het is ook gewoon makkelijk om mee te nemen. In je tas bijvoorbeeld. Oké, okay, even kijken hoe het werkt. Ik ga de berry even eerst proberen. Hij is super dun, dus heel erg handig mee te nemen in je tas bijvoorbeeld. En er zit zo'n klepje op dat hij dan niet open kan gaan in je tas. Dan kan je hem niet echt makkelijk indrukken. Dus deze gaan we er gewoon even afhalen en dan gaan we wel proberen. Zo. Ja, hele... heftige lucht. Het... ja, het ruikt heel apart. Ik weet niet wat ik ervan vind. Oké, okay, het voelt al wel lekker fris. Deze wil ik dan ook nog eventjes ruiken. Dus ik ben heel benieuwd. Cranberry. Nee, er komt niet heel veel uit. Maar dat is ook niet heel erg. Want meestal bij die spuitdingen doe je het veel te veel. Nou, op zich vind ik het wel lekker voelen. Ik vind zijn gel toch wel iets lekkerder. Maar... ja, het ruikt niet heel vies. Ik denk dat ik de cranberry toch wat lekkerder vind ruiken dan de blueberry. Ik weet niet, hier kon ik lichtelijk misselijk van worden. Maar ja, ik ben er niet echt, wauw, razend enthousiast over. Maar het is ook niet vreselijk. Op zich best handig om te hebben. En dat is nog niet zo duur, dus niet echt als je een miskoop of zo. Maar ik zou het niet voor de tweede keer kopen. Het design vind ik wel nog steeds echt leuk. Dan moest ik een paar cadeautjes hebben voor het cadeautjespel bij mijn dansles. En toen kwam ik deze bruisballen tegen. En ik dacht, nou, dat is leuk om erin te doen. Maar ik vond hem zelf ook heel erg leuk. Dus, ja, toen heb ik deze eigenlijk gekocht. Het is een blauwe bruisbal. En het is heel moeilijk te omschrijven waar het naar ruikt. Het is niet echt een hele speciale geur. Je moet het wel lekker vinden. Ik denk dat bijvoorbeeld mijn zusje het heel muf zou vinden. Maar ik vond het heel erg leuk eruit zien met de sterretjes en de glitters. Ik ben heel erg benieuwd of het ook lekker is voor in bad. Wauw, scherp. Dus ja, ik ben daar heel erg benieuwd naar.
Dan hebben we ook nog twee setjes ringen. Ze hebben heel af en toe bij Action best wel leuke sieraden eigenlijk. En deze ringetjes vond ik er super leuk uitzien. En dit is dus ook voor mijn danscadeautje. En er zitten sommige tussen die ik best wel graag zou willen hebben eigenlijk. Ja, ze zijn gewoon heel subtiel. En ik ben heel erg benieuwd hoe lang dit volhoudt. Maar op zich ziet het er best stevig uit. Zolang je er niet op gaat staan. Dan heb ik brush pens, want dat heb ik wel eens vaker gezien. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe het werkt. Want volgens mij zit het een soort van waterachtige, ja, waterstift, zeg maar. En ik vond deze kleurtjes wel heel erg grappig. Bij Action Stift en zo moet je altijd wel, zeg maar een beetje geluk hebben of het niet uitgedroogd is. Of wel of niet, hoe ik dat ook kan zeggen. Maar ja, ik zal deze eventjes voordoen in een close-upje. En kijken hoe het dan eigenlijk is. Ik ga ook beginnen met een bullet journal in 2018. Vind ik heel erg leuk. Vanaf het begin van het jaar ga ik samen met Chantal doen, een vriendin van mij. Gaan we het allebei proberen bij te houden. Deze gaan waarschijnlijk wel door de bladzijden heen drukken. Dus ga ik het voor iets anders gebruiken, denk ik. Maar ja, ben heel erg benieuwd naar dit ook. Dan heb ik nog iets van stiften. En deze heb ik al in verschillende andere kleuren. Maar ik vond het wel heel erg leuk om deze ook in groene kleuren te hebben. En deze heeft dan een schuine kant en een puntkant die eigenlijk ook een normale stift heeft. En het dan zijn dan verschillende kleurtjes. En die heet twin markers. Alcohol markers. Dan is dit een kaars die ik heb gezien bij een andere YouTuber. Ik ben niet heel erg fan van de buitenkant print. Maar ik vond deze het lekkerste ruiken. Want ze hadden drie verschillende. En deze ruikt naar cinnamon. Ja, kaneel dus. Dit is dus een speciale kaars. Want hij is ook gewoon sowieso mooi zwart aan de buitenkant. Kan je dus mooi neerzetten. Maar hij heeft ook 32 branduren. Best wel lang dus. En er zit een houten lont in. En ja, dit is een soort van recht streepje dingetje. En deze gaat alles goed eens knetteren als ik hem aandoe. Want dat heb ik gezien in mijn andere shoplog van een andere YouTuber. Dat is super leuk. Het ja, klonk wel heel grappig. En dat kan ik ook heel erg leuk gebruiken voor een ASMR video. Met het goede geluid. Ik heb hier ook een aansteker. Dus ik kan nu ook eventjes voor jullie uit gaan proberen of die echt knettert. Want de microfoon staat erbij, kunnen jullie het horen. Het hele vlammetje fikt gelijk af. Ik weet niet of dit de bedoeling is. Hoort dit? Ik hoor dus maar heel minimaal geknetter, dat is wel jammer. En ik kreeg de geur ook niet zo heel erg. En hij brandt dus heel erg raar. Ik ga maar voor zekerheid snel uitblazen. Een andere keer opnieuw proberen of zo. Maar kijk, nu is heel die lont ook bijna weg. Nou ja, misschien heb ik iets fout gedaan. Misschien is deze kaars fout. Misschien hoort het helemaal niet. Ik weet het niet. Als jullie het weten, laat maar even weten in de reacties. Ik ga in ieder geval verder met het volgende product. Ja, leuk zo'n kaars, denk ik maar. Dan heb ik een haarbandje gekocht. En dit is een heel lichtblauw, een beetje tegen het grijze aan haarbandje. En het is niet omdat ik dat zo heel hip in wil doen, want dat staat mij niet zo, denk ik. Maar ik vind het gewoon soms heel erg fijn als ik thuis ben om even mijn haar uit mijn gezicht te hebben. Of in de zomer als het warm is. Nu is het nog lang geen zomer. Maar gewoon als ik thuis uit school kom, vind ik het nooit zo fijn als mijn haar echt helemaal zo zit. Dus dan doe ik soms even een staart in. Maar een haarbandje is ook wel fijn om even je haar naar achter te hebben. En ja, ik vond deze kleur wel heel erg mooi. Ik dacht, ik koop hem er gewoon eventjes bij. Is niet zo heel duur, dus deze ook. Dan heb ik een aantal elastiekjes. Wij kochten altijd onze elastiekjes bij de Primark. Maar nu zijn we echt al meer dan een jaar niet geweest. Dus nu zag ik deze ook bij de Action. Want deze hebben dus geen zilveren stukjes aan het elastiekje zitten. Want het schijnt heel slecht voor je haar te zijn. Ik vind het zelf ook niet zo fijn. Best wel scherp en zo. Dus ik heb een paar dunne gekocht. Een paar wat dikkere en nog wel een ander soort. Want ja, ik weet eigenlijk niet. Het is een soort stoffig of zo. Ik weet niet zo goed hoe ik dit kan uitleggen. Maar ik wilde deze graag een keertje proberen. Dus heb ik nog wat elastiekjes op voorraad gekocht. Want elastiekjes raken de meeste mensen best wel snel kwijt. Nu moet ik zeggen dat ik er nog best zuinig mee ben. En dat ik er best wel lang mee kan doen of zo. Maar ja, het is ook wel fris om nieuwe te hebben natuurlijk. Dan komen we bij de laatste paar dingen aan. Namelijk deze Malteser Ray. Yes. En deze verkochten ze ook bij mij op school voor 1 euro of zo. Toen zag ik deze in de Action liggen voor veel goedkoper. Toen dacht ik, nou, deze is van mij. Het is echt lekker. Want deze zijn lekker. Maar deze reep, die gaat ze ook zo lekker crunchy. En love it. Dan heb ik dit gekocht. Een watjeshouder. En deze had ik al een paar jaar. Alleen dat bovenste bolletje is dus afgebroken. Ja, moeilijk. Er zit dus zo'n dekseltje op en dat balletje was bij mij afgebroken. Dus dan kan je niet zo makkelijk meer afhalen. En het lag er los op, dus dat was niet zo handig. Dus deze heb ik eventjes opnieuw gekocht.
En dan heb ik nog als allerlaatste iets. Dit komt niet van de Action, maar dit verkopen ze wel bij de Action. Want ik ging dus als eerste naar de Oppies op Voordeelshop. Die zat naast de Action bij ons. En ik smeer elke avond vaseline op mijn lip, zodat het 's nachts een beetje voedend is, weet je wel. Alleen ik heb zo'n blikje en die was op. Dus ik dacht, nou, koop deze en dan kan ik dat aanvullen in het blikje. Kan ik het makkelijk meenemen en de rest kan ik dan bewaren, want het is wel echt een mega blik. Dus ik dacht, nou, vast niet zo duur zijn bij de Oppies of Photoshop, was het ook niet. En toen kwam ik daarna bij de Action, zag ik dat deze nog goedkoper was. Ja, maar 20 cent of zo, maar hè, even voor het idee. Je kan dus ook gewoon bij de Action kopen. Een potje vaseline. Dat was dus eigenlijk het laatste in deze shoplog. En oké. Gaat soepeltjes allemaal vandaag hier. Oh jeetje. Nou, dan was dit de Action shoplog. Ik hoop dat jullie het weer een keertje leuk vonden. Ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk. Geld uitgeven word je altijd toch wel een beetje blij van. Totdat je dan daarna je bankrekening ziet dat die naar beneden is gegaan. Maar dat maakt allemaal verder niet uit. Met de spullen kan je ontzettend blij zijn. Laat mij weten als jij nog iets hebt wat andere mensen ook moeten kopen bij de Action. En dan hebben anderen daar misschien nog wat aan. Waarom zit ik met het potje vaseline nog steeds in mijn handen? Ik weet het allemaal niet. Gaat soepeltjes vandaag. Zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei doei!